In oktober daar um, gingen we voetballen en dan liggen we in één keer stil. Ja, het is een soort van van, uh, van je bloed. In je, het komt in je, in je ader terecht en dan valt een deel van je uit. Uh, Rechterzijde is helemaal uitgevallen en uh, ik kon niet meer praten. Uh, Wel, liepen in het park met de honden. De vader van Duitse vriendje die uh, had gebeld. Jullie moeten gelijk terugbellen en dit en dat. Ik ook tegelijkertijd binnen gehad. En Wij dachten van ja, ongelukkig een been. Ja, uh... ja, het ziekenhuis was uh... daar wat anders aan de hand. Het uh, was een foute boel. Ja, gelijk in de hebben het hier behandeld. En uh, hij heeft een, uh, een trombolie gehad, het, geloof ik, een bloedverdunner. En toen met een noodging naar het AMC en uh, net toen hij daar aankwam hebben ze gescand en gezegd nou, we wachten niet langer. En toen hebben ze hem gedotterd door zijn hersenen die, die en die aarde hebben ze schoongemaakt. En die proep dat. want dat mag niet te lang duren, als het te lang duurt, langer duurt dan drie, vier uur, dan wordt het helemaal kritisch. Dus ze konden gewoon niet langer wachten. Ja, gelukkig maar dat ze, dat ze er snel bij waren. Hadden ze meteen door wat er met hem was? bij nee. kinderen komt het bijna niet voor, eigenlijk nooit. Ja, en dat, is ook het probleem, dat is ook gelijk het probleem van kinderen als zoiets overkomt. Ze houden er geen rekening mee. Je, je denkt de eerst, ze houden rekening mee met de flauwte van de warmte of zo. Daar houden ze vaak rekening mee. Oudere mensen gebeurt het wel gelijk. Dat dus is denk ik ook oh, flauwe boel, maar kinderen hebben ze dat gewoon totaal niet. Uh, wat zijn de gevolgen voor jou geweest? Ja, dat ik niet meer kon voetballen en dat ik niet meer kon praten, en dat ik in een rolstoel moet zitten. Je je kind liggen hulpeloos en uh, hij, hij kon helemaal niks zeggen en dat, dat is best vreselijk. Hij kon ze niet niet bergen, ze ben niet bergen, ja, dat is verschrikkelijk. Heb je veel therapie? Ja. En nu uh, tien, ja, vijf dagen in de week. Dat is best heftig, hè? Ja. En waar heb je therapie? Ja, in uh, helemaal Fysiotherapie en uh, logopedie en ergotherapie. En school. En je zat op de HAVO hè, HAVO4. Ja. Is dat nog een beetje op te pakken? Ja. Nu niet, maar later wel.